nogal een grote klep, zeggen de mensen. Simon moet zwemmen. Marie, simpel verlangens. Ik heb fantaseer. Ik ben alleen iets verplicht aan Marcel. En ik ben natuurlijk ook iets verplicht aan God. Daar was het met die jongen. Ja, dat was het met die jongen. Gaat er een witte nootje straat in en stopt vlak voor mijn neus. B.O.B. Na schuld komt boete. Ik droom voor jou in groen en blauw, een eiland in de zon. Zo van Overen komt naar boten. En hij heeft een oude kuikenstoel gebouwd, voordat de zitting van kapot is. En dan zet hem die zo aan de rand van de straat, dan drooit hem die noem. En dan gaat hij dan zo schraal in zoek zitten, met zijn armen van boven op de leuning. Gelijk als we dat hier allemaal doen in de straat. Bied tot de Heer, als er twijfel in uw hart woont. Bieden, beminde parochianen, is een zwaar onderschat hulpmiddel om verlichting in uw gemoed te brengen. Zee, ik heb al veel meegemaakt in de straat. Zo weet ik nog nooit. Wie had dat nou gepast, zeg? Die jongen lijkt toch een normale mens. Stille waters, diepe gronden. Kom! De woensdag, de vrijdag en de zondagmorgen. Ja, maar pas op, als ik eens hier een keer dure vuil slaag, kan ik mijn buiten aan mezelf smaren. Zat weer razend de kop aan vanmorgen. En gisterenavond. En gisterenmorgen. En hier gisterenavond. Maar er zijn geen beesten die op elkaar de kopen als het zo ontkomt. Naar pas dat ik uit te dik vind. Je kan er nog gewoon mee tuin. Ik krijg wel een dik gat. Dat is normaal zeker op mijn leeftijd. Monster! Die jongen deugt niet. Is het Staaf van Eyken? Dat is Staaf. Ja, 22 jaar, die bij zijn stiefvader. Pieter Jacobs, dat is de Pierre, hè? Pieter Jacobs woont aan de Bruimelaarstraat 11 te Bonheide. Bekende dat hij in de nacht van zaterdag op zondag de 19-jarige Lutgarde van der Wild, wonende aan de Muizenstraat 33 te Bonheide, had vermoord. Marie had die seksboekjes die ik van Pierre gekregen heb aan die B.O.B.'ers meegegeven. Sindsdien. Iedere keer als er een man naar mij kijkt, en ze kijken allemaal, hè, met een oog vol vieze hoestingen. Vijf minuten. Ik heb maar vijf minuten nodig. Maar gun ik het erop?